In deze nieuwe aflevering van Fortnite en Lego gaan we op zoek naar marbles. Die heb je nodig om deze handige steenbrekersmachine te maken. En we gaan ook gelijk kijken naar een graanmolen, zodat we ons dorpje op level 5 kunnen krijgen. En Tabby komt ons dorp ingelopen. Is Tabby een leuke villager? Laat het weten in de comments. Doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor heel veel leuke video's. We zijn weer terug bij mijn maten Sparkplug en Beefboss. Ik weet trouwens niet waar Bright Bomber gebleven is. Volgens mij is ze verdwenen. Anyway, ik wil mijn dorp weer upgraden. En dan moeten we nu planken hebben en marbles. Oh, voor marbles moeten we ook naar de grotten. Dan moeten we zeldzame stenen hakken. Dan heb ik eerst een groene pickaxe nodig. Moeten we 3 notroot rots maken. Ja, en dan kan we bij dit ding. Kijk, hoppakee. Laten we er gelijk 6 maken. Dan kan ik 2 van die wapens maken. Oh, die heb je ook nodig voor een longsword. Ja, doe er nog maar 10 bij hoor. Oeh, we hebben er blijkbaar heel veel nodig, want dan kunnen we ook een stonebreaker neerzetten. Ik wil eigenlijk ook wel een health charm. Daar hebben we silk threads voor nodig en shells. Even kijken of ik die heb hoor ergens. Ik heb wel silk. Oké, en we hebben 6 shells. En hier kunnen we silk threads maken. Bij het spinnenwiel. Maar eerst even groene pickaxes. Dat is 1. En dat is 2. En een longsword. En ook eentje voor mijn mattie. Oh, hè? Waarom kan ik je geen zwaard geven? Heb je al een zwaard? Nou, prima. Dan heb ik er 2. Cool-headed charms. Die zijn ook wel nice. Dan hebben we sand shells nodig. Die heb ik dan weer precies niet zo te zien. Oké, dan 1 hell charm. Ik maak er gewoon nog 1. Ik weet niet hoeveel ik er kan maken. Ik kan er 3 maken. Kan ik die dan ook alle 3 gewoon equippen? 1, 2. Oh ja, dat kan gewoon. Kijk, dat is lekker. Oké, ik ben ready voor de grot. Let's go. Kijk hoeveel hartjes ik opeens heb. Super chill. En een defense van 9. Oh, dit is lekker. We zijn beter voorbereid nou, hoor. Lekker. Oh, kijk hoeveel damage ik nu doe. Volgens mij ben ik ook veel sterker gelijk. Oké, pro tip. Die charms, die moet je dus echt even maken en equippen. Eigenlijk wil je nog betere, maar dit zijn goede om mee te beginnen. Kijk, 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 kijk. Misschien kunnen we die wolf ook snel... Kijk toch, snel zo'n wolf pakken. Woyo. Ik kan gewoon heel chill die marbles gaan verzamelen in een grotje nu. Oké, wil jij een fakkel? Dan kan jij even voor mij hier alles een beetje oplichten. Oké, waar zijn speciale stenen? Ja, hier sowieso. Deze moeten we hebben, denk ik. Dit zullen wel marbles zijn. Als jij even je fakkel aanhoudt, vriend... Wat ze vlot. Lekker. Wegwezen met die snake. Ja, ja, ja. Kijk, dit zijn marbles. Ja, lekker. Oké, als we er even gewoon heel veel verzamelen nu, dat zou echt wel relaxed zijn. Dat we gewoon even gelijk 100 marbles hebben of zo. Ik moet wel zeggen, mijn wapens gaan wel redelijk snel kapot door deze stenen te hakken. Even een beetje in de hoogte bouwen, denk ik. Oké, dan kunnen we hier wat meer marbles pakken. Mijn hamburgerman is lekker aan het vechten. Oh, kijk, hier nog wat notroot. Oh, 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 ik dacht al, wat is dit? Maar er staat opeens een vijand voor mijn neus. Pak hem. Wat ziek idee. Oeh, zo lekker kissie ook trouwens. Oké, we gaan deze kant op. Dieper in de grot. Ja, hier is echt superveel, maar daar kan ik niet echt lekker bij. Oh, wat kom jij doen dan? Ga eens weg, joh. Jonge, jonge. Ja, misschien als we gewoon deze een beetje gaan bouwen. Kijk, zo kunnen we er wel lekker bij. Oké. Dit kostte ook maar 1 hout. Dus dan kan je wat grotere platformpjes bouwen, dat je er lekker bij kan. Dan kunnen we straks gewoon hier naar beneden springen. Dan hebben we in 1 keer lekker veel. Als mijn maat tenminste niet echt in de weg gaat staan. Oké, als het goed is, ligt alles hier beneden. Ja, kijk, lekker man. Wat ziek ideetje. Dit gaat hard. Dit is top. Ik heb nu 58 marbles in totaal. Nou, dat kennen er nog wel meer, hè? Wow, wow, wow. Ik hoor echt hele enge geluiden. Alsof hier hele sterke vijanden zijn. Volgens mij valt dat eigenlijk wel mee. Ik sloop ze gewoon allemaal. Wat? Oké. Ik hoef geen eens meer op te letten. Wat een power heb ik opeens, zeg. Potverdorie. Oh, ik ben naar beneden gevallen. Waar ben ik? I fell through a hole. In the ground. Er zijn superveel enemies hier. Maar ik pak ze allemaal. Let's go. Geen probleem. Wat een idee. Hoppa. Hey, hoe gaat het? Ben je lekker ook aan het hakken? Oh, ik ga een beetje zwemmen, ja? Ik ga je zo helpen. Ik ga eerst zwemmen. Hier, hoppakee. Hoppa. Het gaat opeens zo makkelijk allemaal. Oh, ik heb echt al bijna 200 marbles zelfs. Lekker. Nou, ik zag hier een uitgang. Dan gaan we nu weer terug naar mijn dorpie. Let's go. Ik ben wel benieuwd waar we nu uitkomen. Kijk hoe ver we zijn. We zijn op een hele andere plek. Wow, wat is dit allemaal? Oh, daar is ook gewoon een ander dorp. Maar ik moet die kant op. We need to go back. Let's go. Zou ik hier gewoon vanaf kunnen glijden? Jawel. In Fortnite kan dat toch? Dat kan gewoon van bergen afglijden. Dat is geen probleem. Zie je? What up, chickens? Volgens mij moet ik gewoon deze kant op de weg volgen en dan daar richting die rook. Oh nee, dit is ander rook. Oh, dit zijn ook enemies, of niet? Ja, jullie willen vechten? Ja, ik wist het wel. Jullie willen vechten met mij. Je moet geen ruzie zoeken met mij. Ik pak jullie allemaal. Wat een idee. Hoppakee, sorry dat ik jullie aanval, maar toch geen sorry. Oeh, ziek kistje. Oh, er zit eigenlijk heel weinig boeiends in. Het klonk zo lekker, dat kistje. Oké, ik ga nog steeds een beetje de goede kant op. Zouden we nog iets heel zieks tegenkomen? Daar is ook gewoon weer een dorp. Nou ja, dorp. Het is meer een kapot huis eigenlijk. Het is niet echt een dorp. Volgens mij word ik bijna aangevallen in mijn rug. Hop, 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 hop. Doei, doei, mazzel.
3 klappen en die wolf is kapot. Dat is toch niet normaal? Ze lekker kippies te vangen, die wolf. Nou, succes met je kippies. Volgens mij is aan de overkant van dit water mijn eigen dorpie. Wat je ook nog geen dorp kan noemen, trouwens. Het zijn 3 huizen en een kampvuur. Dat slaat ook nergens op. We zijn dan wel lekker net voor de nacht thuis, joh. Goed naar mijn ouders geluisterd. We moeten voor 12 naar bed. Oh. Mijn huis is niet daar, maar daar? Deze kant op? Valt niet echt op vanaf ver weg. Oké, in ieder geval heb ik nu genoeg marbles. We moeten nog 20 planken hebben. En dan moeten we het dorp nog even upgraden. Dat die balk daar rechts bovenin naar die 5e ster gaat. Zo, even wat vlees op de barbecue. Misschien moet ik hier nog een huisje bouwen. Gewoon nog zo'n kleine. Dan kan ik hier dat steenverwerk ding inzetten. Kijk, oké, die hebben we al. We moeten wel even een verhoging ook maken, denk ik. Oh, wel meer dan één ook. Eentje erbovenop. Eentje hiervoor. Kan ik er zo in springen? Ja, oké, cool. En dan wil ik dus deze gaan maken. Kijk, en dat kan ook. Daar heb ik gelijk genoeg materiaal voor. Hoppakee. En kijk, die balk rechtsbovenin is even richting die 5 gaan. Hier kunnen we granite slabs en marble slabs van maken. En als we dan ook deze nog neerzetten, ja, dan gaan we sowieso richting die level 5. Dus daar hebben we die granite slabs voor nodig. En not root rots. Dus dan moet ik hier ook even 20 van maken. Van die not root rots. Zo. Ja, we gaan lekker. Dan kan ik ondertussen daar ook even een huisje voor maken. Ja, dan wordt het goud hier hoor, hé. Dan wordt het echt goud. Dan zet ik er gewoon nog zo'n huisje naast, hoor. Ja, dat doen we gewoon. Zo, die is ook alweer af. Gaan we weer even verhogingkies neerzetten. Zo, dan kunnen we er weer op springen. Ja, kijken of de materialen dingen al klaar zijn. Oh, dat duurt nog wel even. Hoe ver is deze? Die heeft er nu 7. Oh, dat duurt echt wel even. Ja, daar moeten we even geduld voor hebben. Misschien kunnen we alvast een nieuw bed neerzetten. Oh, dit is een charming bed. Oké, dit zijn voor high-class villagers, denk ik. Die willen natuurlijk zo eentje. Oh, hij staat niet in de midden. Dat irriteert mij. Kijk, hij moet wel dan precies in de midden staan. Hier zo. Hallo, Sunflower is ook hier in het dorp. Ja... Kijk, ik wil natuurlijk wel een beetje bijzondere villagers in mijn dorp, hè. Zoals deze guy. Ik vind die echt super gelachen, die beefboss. Die heeft echt zo'n grappig hoofd. Oké, de not root rods, die waren klaar. Dan moeten we alleen nog even hierop wachten. Ja, dit duurt echt lang. Kan ik hekjes bouwen of zo? Ja, ik kan hier wel bijvoorbeeld hekje tussen zetten. Of moeten we dan een andere hebben? Bredere. Of zo erachter. Wat een ziek idee. Oké, dan krijg je echt het idee dat dit een beetje mijn dorp hier begint te worden, hè? Staat in de weg, vriend. Ik kan het niet zien. Oké, hier gaan we dan wat omhoog. Hier ook. Moeten we even deze bessen weghalen. Oké, dan kunnen we wel even mijn grens een beetje afbaken, hè? Ik heb alleen nu geen planken meer. Nou, dan gaan we de volgende keer verder. Kijk, deze is nu ook klaar. Dat is top. En als het goed is, kan ik dan nu... Ja, de graanmolen maken. Die zet ik gewoon ook natuurlijk weer in zo'n huisje. Ik weet alleen niet of dit de meest logische plek voor zoiets is, hoor. Maar goed. Ah, dan kunnen we allemaal zaadjes maken. Ja, dit is wel handig, gek. Dat is wel handig. Maar het ging er vooral om dat we een manier vonden om een dorp naar level 5 te brengen. En dat kan nu, nadat we 20 planken hebben gemaakt. Die planken die heb ik net allemaal opgemaakt aan mijn hek. Maar zo langzamerhand begint het toch wel op een iets beter dorpje te lijken. We zijn er natuurlijk nog lang niet, want hier kunnen we ook nog van alles bouwen. Zo, die planken die hebben we ook in de pocket. Hey, hallo? Dit is Tabby. Dat is wel een grappige. Anyway, we gaan nu upgraden. Yo, level 5. Kijk, ze gaan allemaal feesten. Let's go. Ja, mooi hè, mooi hè. Laat even weten of Tabby in mijn village moet. Is Tabby een beetje leuk? Ziet er in ieder geval wel grappig uit. Kan nu weer allemaal nieuwe dingen gaan bouwen als het goed is. Dus we kunnen onze lol op. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!